Een vriend van ons, Adil Frahi, stuurde mij een sms'je. Hij zei, Janka, ik heb fantastisch nieuws. Ik heb een idee en ik wil erover vertellen. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig natuurlijk. Adil die kreeg in 2004 te horen dat hij aan MS leidde, multiple sclerose. Nu ondertussen praat hij wel iets moeilijker, maar als Adil Frahi iets van plan is, dan houdt geen enkele ziekte hem tegen. Ik ben heel benieuwd dus. En Adil, hoe is het? Het kan beter eigenlijk, maar... Zeg, je hebt mij een sms gestuurd, omdat je een fantastisch idee hebt. Altijd. Ja, en ik kijk nogal op mensen met ideeën. Hè. Dus ben hier nu, de camera staat aan, dus dat wil zeggen dat je het nu mocht vertellen. Hè. Wat is uw idee? De bedoeling is eigenlijk om enkele mensen te spreken, bekend, minder bekend, maar even belangrijk. Uh-huh. En die enkele vragen te stellen. Die zowel algemeen zijn in het kader van vrijzinnig humanisme, aha, als persoonlijk mij aanbelangen, euthanasie, toestanden. Oei, ja, serieuze gesprekken dus. Of mag er ook gelachen worden? Ik weet het niet. Je weet het niet. De bedoeling is eigenlijk inderdaad om het een beetje ludiek te houden, ja, maar ik neem dat eigenlijk... Het hangt van de mensen dat die dat, ja. Hoe ben je daarop gekomen? Hoe ben ik erop gekomen? Simpelweg omdat ik een rot lijf heb. En ik merk ook dat ik merk dat niet alleen, dat is zo, dat is gemeten. Ik heb een probleem met mijn spraak, ja, waardoor ik begin te stotteren. Minder duidelijk ben nasaal spreek en soms is er een storing tussen wat ik denk en wat ik zeg. Ah ja. Dat heeft een naam, afasie. Ja, dat je verkeerde woorden gebruikt is. Absoluut. De eerste keer dat ik iemand tegenkwam met MS en ik dat niet wist, want dat was een vreemd iemand, dan dacht ik dat hij dronken was. En dat is wat er gebeurt met je spraak, dat krijgt zoiets van... Zo nogal mompelen en zaken. Ja, maar dat hadden vroeger ook, hè. Nee? Minder. Of inderdaad, wanneer ik dronk. Maar je zegt van, de idee is gekomen omdat ik hier met dat rotlijf zit. En dat frustreert mij. Maar ja, dat is... Waarom wil je dan gaan vloggen? Waarom wil je juist spreken met mensen? Dus die spraakproblemen zorgen er weer voor dat mensen ergens een link maken of een verband tussen spraakstoornissen en intelligentie. Ja. En dat wil ik zo'n beetje doorbreken. Ja, ja. Ja. Plus dan nog inderdaad het beeld van mijn stem, een soort van handelskeurmerk gebruiken of zo. Nu, aan jouw intelligent is niks op aan te merken, integendeel. Dat te veel sommigen in twijfel trekken. Nee, dat is niet waar. Je bent een heel intelligent man, Adil. Dat durf je natuurlijk niet toegeven van je eigen. Maar je denkt wel na over de dingen. Het zit een beetje in je familie, met je zus die ook journalist is, die trouwens ook een boek over u heeft geschreven. Absoluut. Hoe was dat trouwens om dat te doen? Toen was ik veel beter dan nu. Ja. Dus, toen was het wel leuk, maar nu zou ik het storend vinden. Storend vinden, al die vragen die je hebt. Absoluut. Ja. Maar je wilt het dus hebben over religie of net geen religie, over het humanisme vermoed ik, want dat is een vrijzinnig humanisme. Ja. Waarom wil je het daarover hebben? Omdat ik vaak mensen hoor, MS-patiënten dan, die hun heil zoeken bij dingen die geen zin hebben. Oh ja, bij een god of zo, dat stoort mij enorm. En waarom stoort je dat? Omdat dat zo... Dat is zinloos. Hè. Dat heeft geen enkele zin om... als MS-patiënt te blijven geloven in beterschap omwille van iets dat...
niet bestaan. Ja, maar ja, dat is wat dat jij gelooft. Of, ja. Allee, of niet gelooft. Ja, natuurlijk. Ja, maar als, maar kan je andere mensen dat dan gunnen, dat zij dat wel nodig hebben? Als zij daar mee beter zijn, ze doen maar. Ja. Maar toch, het speelt uw parten, want het is een van de vragen dat je wilt stellen aan uw gasten, dat je hier gaat uitnodigen. Simpelweg inderdaad, omdat bijvoorbeeld euthanasie wordt dan weer door religieuze niet zo echt goed onthaald of fout begrepen. Of, ja. En ik vind dat anders zien. Dus humanisme, al dan niet, wat geloof je, hè? En dus euthanasie is ook geen gemakkelijk onderwerp. Wat heeft dat met jou te maken? Dat heeft spijtig nog veel met mij te maken, omdat ik dit jaar nog, begin dit jaar, had ik enorme aangezichtspijnen hier. En de pijnen waren zo enorm dat ik echt wou stoppen eigenlijk. Ja. Dus op zo'n moment begin je na te denken. Van wat wil ik hier verder mee doen? Het zijn vragen die gesteld worden, antwoorden die je zoekt, wel of niet vindt. En nu wil je aan anderen diezelfde vraag stellen. Absoluut. En ik wil ook aan sommige mensen vragen wat zij ervan vinden. Ja. Moet je telefoon afzetten, hè? Dat is wat filmen zijn. Dat is een tip dat ik u geef, hè? Sorry. Als de gasten komen. Ja, weet je wat er dan gebeurt als wij op een set staan en de gsm gaat af? Champagne, man. Serieus? Met plezier. Maar hoe gaat je dat? Hoe gaat je dat dan kaderen als je zegt van, bon, ik wil het over euthanasie hebben? Hallo, hallo. Ik wil eigenlijk gewoon vragen wanneer dat mensen zouden denken of zouden denken dat ze euthanasie zouden overwegen en wanneer dat ze vinden dat ik zou moeten denken aan euthanasie. Ja, zien dat andere mensen daarmee omgaan. Oké, dat zijn al twee onderwerpen. Nog onderwerpen die je wil aansnijden? Ik vraag aan iedereen wat ze vinden van en over de liefde in het algemeen. Ja. En dat zeg ik gewoon omdat ik ervan overtuigd ben dat er, en dat klinkt enorm stom eigenlijk, maar er is veel te weinig liefde. Ja, in muziek is het een en al liefde, hè? Eigenlijk wel. Er is te weinig liefde. Ja. Dus je wilt dan te horen krijgen dat. Ik hoop dan dat er dat mensen zich engageren om de wereld op onze maatschappij liefdevoller te maken of zo, weet ik wel. Ja. Oké, cool. Ja. Nog onderwerpen dat je zeker wilde? Sowieso vrijzinnig humanisme op zich. En wat mensen daarvan vinden. Christenen, katholieken, moslims. Ja. Ja, anders is het niet interessant. Hè. Als iedereen denkt zoals jij denkt, dan gaat het interessant zijn. Absoluut. Aan hoeveel mensen denk je? Ik denk een vijftiental. Heb je al namen in je hoofd? Ja, dat ik een enkele. Maar het is, ik weet niet of dat het hoog gegrepen is of niet. Ja. Ik zou enkele partijvoorzitters willen spreken. Verkiezingen benaderd, zouden die niet willen, denk ik? Ja, ik weet niet. Het zou wel leuk zijn. Klinkt wel pretentieus van mijn kant misschien. Een nee heb je een ja kunt je krijgen, zijn we er altijd. Absoluut. Dus een aantal politici. Maar ook mensen die maatschappelijk toch iets betekenen. Ja. Ik denk maar aan iemand van een universiteit of zo. Zoiets. Ja, oké. Okay. En wat wilt je er nu uithalen op het einde van de reeks? Ik wil gewoon dat mensen weten van mensen die een spraakstoornis hebben of een mis hebben, dat dan losstaat van hetgeen dat je kan of kan bedenken of kan doen. Of, ah, er is nog één ding dat we nog niet hebben besproken. Een titel. Een titel.
casa aan de casa. Het is bij mij thuis simpelweg omdat ik door die rotte en mis door mijn rotlijf niet moeilijker is naar buiten gedaan. Ja. Dus ze moeten bij mij komen. Wat alles moeilijker maakt natuurlijk. Want ik weet niet in hoeverre dat ik een partijvoorzitter kan overhalen om hier te zitten. Ja, als ze een stem vraagt, in ruil. Eén stem, ik weet niet. Oké, ja, goed. Ik zie dat zitten. Ziet jij het zitten? Ik wel. Hoe is het niet? Sowieso, sowieso. Oké. Goed, dan ga ik nu terug naar huis. En over een aantal weken ga ik terugkomen om eens te horen hoe dat geweest is. Oké. Okay. Goed, allee. Afgesproken. Oh, trouwens, wat is dat? Doet dat ook mee? Dat is eigenlijk... Dat behoort zo'n beetje tot het concept van wat ik zou willen doen. Dat zijn eigenlijk 10 kaarten. Eigenlijk zijn dat gewoon 10 vragen. De mensen krijgen telkens een kaart met een vraag. Ze krijgen ook een joker die ze al dan niet mogen inzetten om aan te tonen of een vraag belangrijk is voor hen of om het verder uit te doen. Ja. Het is ook gewoon altijd handig om iets in je handen te houden. Absoluut. Een beetje trekken van de voren. Absoluut. Ik ken jij beter. Oké, goed. Ik ga er vandoor. Over een paar weken horen wij elkaar terug en dan hoor ik alles hoe dat geweest is. Salut. Bedankt.